Wat lees je nou, Willy? Wat zeg je? Wat lees je? Little Black Hair Book. Ik wil toch iets anders doen. Ik begin ook al kaal te worden hier. Dus ik ben even wat inspiratie aan het opdoen. Oké. Okay. Wat ben je aan het worden? Kaal? Kaal. Kies een kaal. Maar goed, eerst nog een nieuw album. Ja, dat is waar. Pak het er eens bij. Laat je zwart haarboekje nou eens even voor wat Sorry, het is. Sorry, je hebt gelijk. En pak dat prachtige... Een dichter, mag ik een dichter? Kijk, is hij dicht? Hey, we gaan hem openmaken. Het is moeilijker dan je denkt, want heel veel mensen zijn niet per se mee bezig met fysieke kopieën van albums. Verkopen of openmaken. Openmaken, het wordt gestreamd. Je ziet dat ik gewoon niet meer weet. Zichtbaar. Ik heb er geen maniertje meer voor. Oh, wacht. Hey. Nou, plastic eromheen. Plastic blijft toch praktisch om dingen in te verpakken. Wat we maar gewoon niet doen alsof we niet... Alsof het milieu er toe doet. Ja, precies. Mano. Die poes die erop staat, hè? Wiens poes is dat? Dat was de studio poes. We zaten in de studio / hotelkamer. Nee. Omgebouwd in Brussel. En die poes die klom de hele tijd over de mengtafel heen. En toen zei Pepijn de hele tijd, nee, van die mengtafel, nee. En dat is eigenlijk de poes die we hebben gebruikt. Nee, eigenlijk heet deze poes volgens mij Kemiko of zo. En is van een Belgisch verhuurbedrijf. Nee. Je kan het googlen. Dit is de poes van de vriendin van Freddy. En hij heet Mootje. Ja. Dus mensen kunnen straks kiezen, A, B of C. Helemaal goed. Zijn de opnames begonnen voor deze plaat? In januari, maart, april. April. Vorig jaar. In Brussel. En waarom daar? We wouden even lekker weg. Gewoon... geconcentreerd op een andere plek, toch nog dicht in de buurt van Nederland. En toen hebben we een kans gekregen dat we in het prachtige Brussel konden verblijven. In een hele fijne hotelsuite met kamers en een soort mega uitzicht over heel Brussel heen. Ja. En hoe lang zijn jullie daar geweest? Een maand. Maar wel met af en toe een paar dagen eruit om te... nog shows hadden, ook in Nederland. Dat was ook een van de redenen waarom Brussel een goede plek was. Omdat we dan wel echt inderdaad helemaal uit Nederland weg waren. Maar ook als er dingen moesten gebeuren, even op en neer konden. Want het is toch vrij lastig gebleken om een maand aan één gesloten vrij te nemen. Nee. Hoe was het, zeg maar, voor jullie om die plaat daar op te nemen? Merendeel werkt natuurlijk hier. Het is sowieso heel leuk om met z'n allen ergens naartoe te gaan. Het is sowieso heel leuk om weer in de studio te zitten. Dus toen we dat konden combineren, was het achteraf allemaal geweldig. Maar van tevoren had ik ook wel zoiets van, gaat het wel werken? Ga ik mij niet irriteren aan Fabio? Gaan we drinken in de vrijheid. Ja, precies. Gaan we wel werken? Gaan we wel een album maken? Maar we bleken toch wel gewoon genoeg discipline te hebben om gewoon wel echt aan het werk te gaan en iets te maken. Wat uiteindelijk gewoon ook... Is alles gewoon daar gemaakt eigenlijk? Is alles daar opgezet? Ja, eigenlijk wel. Ja. En zijn jullie vaak samen in de studio geweest? Want bij voorgaande albums was het ook wel eens afzonderlijk wel eens? Eigenlijk voor het grootste gedeelte wel. Ja. En dan af en toe liep er iemand weg en die heeft dan later stukjes ingevuld. Of bij Neon Licht in de Regen waren bijvoorbeeld nog geen coupletten, maar was wel al een gedeelte van het refrein opgenomen. Dat hebben we dan later nog aangevuld, maar we zijn wel de hele tijd daar samen geweest en dat is denk ik
belangrijker. Ja. Als we gewoon hier in de studio zijn, dus op het moment dat je de studio uitgaat, dan gaat iedereen weer zijn eigen ding doen. En hier was op het moment dat we niet aan het opnemen waren, waren we beneden hasje aan het roken en wijn aan het drinken of gek aan het worden in de stad of bed aan het gaan op designer drugs. Het was een soort weekend in de Ardennen teambuilding, maar dan een maand lang in een hotel. En dan ja. Niet, ja. Dus het team, de jeugd tegenwoordig, is nu sterker dan daarvoor? Ja, ja dat durf ik wel. We zijn nog wel een klomp verloren. Inderdaad, ja. Ja, klopt. Maar nee, zeker. Ja, het is wel, dat was ook een leuke conclusie om mee naar huis te gaan, weet je. Dat je denkt, ja, dit zijn wel echt mijn nikkers. En we zijn ook nog eens nog betere vrienden dan toen we erin gingen. Wat natuurlijk ook wel kan komen door alle drugs die je gebruikt, hè. Ja, maar dat ook helemaal anders uit kunnen maken. Ja, dat is waar. Ik denk dat iedereen in zijn hart wel rekening had gehouden met gewoon in ieder geval één keertje een fallout. Zo schreeuwend ja. In elkaars gezicht en dan heel ja. Even deze. Ja, precies. Wie gaat er het eerst slaan? Ja. Maar daar zijn we niet eens bij in de buurt gekomen. Nee, nee. Was dat voorheen wel eens? Of is dat überhaupt nooit geweest? Nee, eigenlijk niet. Nee, dus maar je bent frictie. Maar... Ja, maar het is wel gewoon. Het is natuurlijk wel echt een maand lang met elkaar. Het ja. Is wel een hele andere situatie dan gewoon in, weet je, eventjes gewoon dit weekend en dan. Zie je elkaar misschien een week niet. Of, weet je, dus dat is toch anders. Ik had echt iets van wauw. Wat heb je nog van elkaar geleerd, zeg maar? Wat je nog niet wist? Jeetje. Dat het toch wel echt leuke jongens zijn. Ja. Ja, maar ik weet niet of ik iets... Even kijken of nou... Nou. Ik heb geleerd dat ik Mandy niet moet bellen als, als Bas heel hard gaat. Ja, inderdaad. Ja, ik heb wel geleerd dat Wibba echt een goede rots in de brug is als je zelf heel hard gaat. Ik heb ook geleerd dat het zomaar kan gebeuren dat je op één punt in de tijd gewoon op de bank zit en je redelijk normaal voelt en het volgende moment ineens gillend op de grond kan liggen. Zonder dat een directe aanleiding. Ik heb ook geleerd dat een vaatwasser toch wel echt essentieel is. Heb je die niet? Het was echt een gore tering zo in de keuken. Ja, die vaatwasser die was er wel, maar die deed het niet of zo. Ja. Ja. Oh, dat was het inderdaad, ja. Ja, precies. Het was ook een hele kleine, smalle. Maar we hebben ze goed teruggepakt, want uiteindelijk moest er bij de keuken in de buurt opnieuw geschilderd worden. wat is er op de muren gekomen dan? Ja, het leven gewoon. Ja. Die 10 jaar, zeg maar, jullie vieren dit jaar, het hele jaar eigenlijk, jullie 10 jaar jubileum. Yes. Is dat nog van invloed geweest op het proces van deze plan? Nee, helemaal niet eigenlijk. Absolutely not. We waren er helemaal, ik in elk geval, ik was helemaal niet bezig met het 10 jaars ding. Nee. Totdat Kostijn het op een gegeven moment zei. En toen hadden we zoiets van, oh ja, dat 10 jaar ding, daar kan je ook meteen wel allemaal toffe dingen aan verbinden. En weer een stap groter gaan. Maar ik had helemaal niet het idee dat we al 10 jaar bezig waren. En ik had ook niet het idee dat zo'n ding was ook. Nee, maar het werd ook pas echt 10 jaar toen we bezig gingen met repeteren voor die Heineken Musical Show en al die dingen. En daarvoor waren we gewoon eigenlijk de hele tijd de jeugd. Ja. Dus ook niet dat we toen we 7 jaar bestonden 7 jaar de jeugd waren of zo. 5 jaar hebben we ook niet gevierd. Nee. Wanneer was dat eigenlijk? 5 jaar geleden.